2010 heeft Dani zijn eerste transplantatie gekregen. Die donorniere is 8 jaar meegegaan en toen was hij toe aan een tweede transplantatie. De eerste donorniere heeft hij van zijn vader ontvangen en de tweede van mij. Ja, je stapt weer in een rollercoaster. Je gaat voor allerlei onderzoeken. Het is altijd spannend wat de uitslag ook is. Hoewel we wisten dat de eerste uitslag positief was bij de eerste transplantatie, we waren alle twee goedgekeurd, is het bij de tweede altijd nog spannend. Hij heeft heel veel antistoffen aangemaakt en daardoor wisten we ook niet of ik nog steeds mijn nier kon afstaan. Dani die ontwikkelde complicaties na donatie. Dan lig je in bed en je kan er niet naartoe. Dus dat is iets waar je daarna over nadenkt, dat je denkt dat is logisch, maar op zo'n moment sta je er niet bij stil. Dus uiteindelijk heeft mijn man me hier opgehaald in een rolstoel en zijn we als de wieden weer naar de IC gegaan, want Dani was inmiddels al geopereerd. Die had bloedingen intern en die zijn verholpen. Dus ja, dan komt er weer rust. Maar na mijn donatie kan ik er niet daadwerkelijk voor hem direct zijn. Dat vond ik lastig. Maar ik wist ook dat dat niet anders was. Nee, ik had daar daarna niet veel last van. Op dat moment wel, want de arts belt mij, want hij kon mijn man op dat moment niet bereiken. Dus ja, dan is dat lastig, want dan lig je hier en je kan niks. Dan kom je thuis en dan hangen de slingers daar. Iedereen heeft versierd, iedereen is blij dat hij er weer is. Ja, feestje. En dan gaat revalideren starten. Ja, kleine stapjes. En uiteindelijk wel zover dat hij ook weer gewoon naar school gaat. En zijn ding ook weer gaat oppakken. En uiteindelijk denk ik dat het 1,5 maand geduurd heeft, 2 maanden. Voordat hij zich weer wat beter voelde. En ook weer dingen durft te gaan doen. Die rolstoel gaat weer de deur uit. Wij zitten nu in een periode van loslaten. Leren dat hij zelf zelfstandig moet zijn voor zijn eigen vochtintake en medicatieintake. Soms is dat lastig. Soms laat ik het gebeuren. Ja, dan na waardes prikken, dan denk je, oké, had ik niet in moeten grijpen, maar hij kan het nu ook zelf inzien. En hij is ook nieuwsgierig tegenwoordig. Wat zijn de uitslagen? Hij heeft nu zijn eigen DigiD die hij zelf invoert. Dus hij is afgelopen dinsdag waren we voor controle en 1,5 uur daarna ging hij inloggen om te kijken wat de waardes waren. Dus je groeit daarin en hij groeit er ook in. Ja. Wij praten over de onzekerheden vaak in de auto, op de terugweg naar huis na een polycontrole. Dan is altijd de vraag wat denk je dat het is? Is het gestegen? Is het gezakt? Waar staan we? Dus die controle die hebben wij. Loslaten van medicatie is lastig, maar ik doe mijn best. Ja. Maar meestal als ik naar bed ga, check ik het doosje nog wel van is die leeg. Wij gebruiken een weekdoos, dus 's morgens en 's avonds check ik van heeft hij het ingenomen, ja of nee. Dani gaat met zijn transplantatie goed om. Hij heeft 1 goede vriend op school waarmee hij graag spreekt. Die is ook getransplanteerd en ze lopen samen op dezelfde poli. Dus dat is erg fijn. En ja, onderling hebben hun heel veel app-contact. Wat ik zelf niet eens weet, maar hij zegt het vaak. Maar ik heb contact met die en die en dan is het helemaal prima. Zeker, het netwerk om ons heen bestond vaak uit mijn ouders en mijn schoonouders. En die hielpen waar nodig was.